Je verliest hier de match. Ik kwam hier om zeker punten te rapen, om 3 punten mee naar Beveren te nemen. Maar dat is niet gelukt, jammer genoeg. Ja, ik denk een moeilijke match voor ons. We komen 1-0 achter. Dan wordt het moeilijk, dan gaat 1-0 de rust in. Komt er wel redelijk scherp uit de kleedkamer en dan krijg je de makkelijke goal tegen op corner. Ik denk dat we eerst de helft ook al goed wegkomen op die corner. Tweede helft gaat die corner er dan in. Wordt het moeilijk. Nou, dan gelooft iedereen er terug in. Hebben we denk ik 2 goede kansen. Waardoor dat wij hem die laatste kans niet afmaken en dat wij de bal verliezen. En op de counter zit er dan wel in aan de andere kant. Zo'n aansluitingstreffer, daar krijg je terug het geloof in een punt, in de overwinning misschien zelf. Dat weten we zelf niet. Dat wil er weer volledig voor gaan, zoals we ook begonnen, zo aan de tweede helft. Dan krijg je er nog een goal tegen. En dan is de boek natuurlijk, dan wordt het moeilijk. Het is inderdaad, we creëren momenteel te weinig. Dat ziet iedereen wel, denk ik. Dat is een probleem van ons, daar moeten wij op werken. Het draait om doelpunt maken en de laatste matchen scoren we veel te weinig. Dat zijn feiten. Dat is vandaag ook het geval. Ik zeg het, we krijgen dan nog 2 goede kansen en die gaan er niet in. Als die er wel in gaan, dan wordt het 2-2. En aan de overkant gaan die er wel in. Dus dan wordt het 3-1 en dan is het boek natuurlijk. Aan ons om daar die 3 punten thuis te houden, maar dat was vandaag ook het geval. We wouden ook punten raken en de week ervoor ook. Maar dat doen we niet en zolang dat die overwinning niet komt, wordt het moeilijker en moeilijker. Maar wij moeten zelf als groep recht staan, de rug recht. En vol voor die overwinning gaan volgende week thuis weer. Met de supporters er nog eens achter, want ik zeg het, de supporters waren vandaag weer voltallig aanwezig. En die steunen ons thuis en uit, dus dat is heel positief.